Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. U merkt het, ik ben in de studio vandaag en ik heb drie hele leuke gasten. Namelijk de organisatie en de winnaressen van het Miss India Worldwide Contest. Heb ik het goed gezegd? Dat klopt helemaal. Oké, goed zo. Dus net als u ben ik benieuwd en we gaan kennis maken met deze dames. We beginnen hier. Met wie maken we kennis? Ik ben Gitanjali Thakur, organisator van Miss India Worldwide Suriname. Oké. Ik ben Shisha Sahemdin en ik ben de winnares van Miss India Worldwide Suriname 2023. Miss India. Hi, ik ben Shikita Malaha en ik ben de first Miss Teen India Worldwide Suriname 2022. Geweldig. Welkom dames, jullie zien er gewoon prachtig uit. Maar laten we met Gitanjali beginnen. De organisatie. Na drie jaar nog hebben we weer een Miss India Worldwide. Vroeger was het gewoon Miss India Suriname, toch? En wanneer is die naam veranderd? Breng ons even terug. Geef ons een klein beetje geschiedenis. Ja, dat is heel veel. Mm-hmm. Maar ik zal het in een nutshell vertellen. Okay. ik heb zelf meegedaan aan Miss India Suriname. Dat is 2011. Mm-hmm. En die was tevens de laatste Miss India Suriname show. Onder de organisatie Sur India Glamour. Mm-hmm. En sinds toen was er geen enkel Miss India meer georganiseerd. Ze hadden wel de Miss India Worldwide Show hier gehost. Mm-hmm. En nadat waren ze gestopt. En dus hadden we toen 7 jaar geen Miss India. En al die jaren dat ik Tropical Beauties deed, werd ik altijd door de internationale organisatie gevraagd van, can you send somebody half Indian uit Tropical Beauties Miss? En mm-hmm. ik zei altijd van nee, omdat mijn focus eigenlijk Grand Slams waren op dat moment. Grand Slam pageant in de wereld. Mm-hmm. Daar heb ik het over Miss Universe, Miss World, Miss Supranational, Miss Grand, Miss International, Miss yeah. Earth. Mm-hmm. Dat zijn Grand Slams. Dus okay. Onze focus waren internationaal helemaal anders. En op een gegeven moment heb ik in 2017 een brandongeluk gehad. En toen was ik van, wat zou mijn legacy nu zijn als ik dood zou zijn? Oh, alleen een misverkiezing, Miss Tropical Beauties. Mm-hmm, mm-hmm. En in diezelfde periode, of het was mijn jaardag, en de internationale organisator appte me. En hij vroeg van of ik een mis heb voor komend jaar om af te vaardigen. En toen zei ik van, no uncle, you just sent me the contract, I'm gonna organize the show this year. So he was like, okay. En is het zo gegaan. Maar wacht, wat je gaat snel. De eerste, je hebt meegedaan. Ja. Had jij het gewonnen? Nee, ik heb niet gewonnen. Oh, ja, okay. Ik heb een subtitle gehad, Miss Effort. Oh, oké. Okay. Ja. Waarschijnlijk ging je ervoor. Ja. Oké. Okay. En daarna, want je had het over Tropical Beauties, is Tropical Beauties opgericht na die Miss India? Ja, na Miss India. Door jou? We hebben samen dat gedaan, Chilton en Jermaine erbij. En Chilton, ik kende eigenlijk Chilton, Jermaine nog niet. Mm-hmm. En toen heeft Chilton me gevraagd om erbij te zijn, want we hebben een mooi concept. En ik was like, oké, ik voel wel ervoor en yeah. Let's do it. Okay. En toen hebben we de eerste show genaamd Miss Supranational Suriname. Mm-hmm. Want toen was dat de licentie natuurlijk, we hadden dat zo genoemd. Okay. Mm-hmm. En het jaar daarna, toen hebben we de naam veranderd en dan hebben we dan toen Miss Tropical Beauties Suriname genoemd. Maar de organisatie heette toen al Tropical Beauties. Okay. Maar de stichting was nog niet ingeschreven. Dus toen heb ik het weer gereorganiseerd en toen heette het Miss Tropical Beauty Suriname. Mm-hmm. Waardoor ik vrij was in de keuze om de runner-ups te sturen naar Miss Earth, Miss International, waar ik dan ook wilde. Oh, okay. Dus daarom hebben we de naam veranderd. Je hebt alles gedacht. Ja, het was een algemene, wel, hè, het was een als je algemene dus naam. Hier ja. Wil blijven. En toen hadden we een klein probleempje met KKF. Waarschijnlijk omdat we onze naam hadden ingediend en toen konden we ons het niet bewijzen dat het van ons was. En we moesten onze stichting wel oprichten. Mm-hmm. En toen hebben we dan onze stichting Beauties of Suriname Pageants genoemd. Oh, vandaar okay. De twee verschillende namen je elke keer gaat horen. Het is wel okay. Tropical Beauties nog steeds. En okay. Zo is het allemaal aan toegegaan. En sinds toen, hebben we een Tropical Beauties Suriname show georganiseerd. En ik denk dat ik al zeker, ik ben de telling even kwijt. Maar ik heb heel veel dames afgevaardigd naar het buitenland. Naar pageants. En ik denk dat ik al dicht bij de 60 lig. Dus, okay. Ja. Recent hoorden we dat er een hele oproer was. Wat was dat? Ja, ik denk dat het niet echt nodig was daarvoor. Maar mm-hmm. Ik denk dat er bepaalde dingen gaande zijn intern. En het zijn gewoon meningsverschillen.
En ik denk dat als mensen groeien, ook de organisatie groeit, ga je zeker meningsverschillen hebben. Yeah. En ik denk dat we need to voice that out. Because als we voor kwaliteit willen gaan, moeten we daarvoor vechten. Absoluut. En dat is het intern geweest. En op dit moment, ik wens verder geen informatie te geven daarover. Mm. Want de andere informatie zullen we sowieso bekendmaken. Ze laat ons, onze bemoeizucht gaat ze niet bevredigen. Oké, dan gaan we terug. Dus dat was het voor de laatste keer Miss India. En wanneer is het dan Miss India? Dan is, heb ik dan toen 2018 dan de Miss India. Dus na mijn brandongeluk, wat ik vertelde net. Ja, dus en toen dacht ik aan mijn legacy. Wat heb ik? So, nee, I want to own the whole pageant industry in Suriname. Zo, dat van allemaal goede dingen gewoon doen. En dus jij staat achter die Miss India Worldwide. Jij bent de organisatie. Yep. Oké, zo, toen heb ik dan de internationale organisatie gevraagd van oké, I'm going to organize the show now. So, en ze waren helemaal happy. En toen heb ik het gelanceerd, begin 2018. En november 2018 had ik toen mijn eerste nieuwe Miss. Dat is Miss Rishi Kapooran. Mm-hmm. En hebben we KKF toen gehouden. Alle drie zalen van KKF hadden we gewoon gevuld. Oh. Yes. En toen kwam COVID. Dus nog niet, nog want niet. Toen 2019 hadden we toen weer Tropical Beauties. Dus na Miss India had ik gelijk Tropical Beauties. Ja? En het was zo zwaar voor me dat ik 3 maanden verdwenen was als Suriname. Echt? Daarna, het is geloof me. Het is heel intensief werk. Mm-hmm. Men onderschat het. Kijk, niet alles kunnen we tonen naar buiten. Ik denk dat ik de camera gewoon mee moet laten lopen met mij. Ja. Zodat de camera gewoon echt mee vallen. Keer, hè? Ze moeten het zien. Ja. Nee, maar er is a lot going on behind the scenes. Mm-hmm. En er is heel veel werk dat verricht moet worden. Zo, mm-hmm. So, toen hebben we Tropical Beauties gehad, 2019 hebben we Farisha Chenashu gehad en Gaucho. En toen was ik tenminste sowieso echt wel moe en ik wilde gewoon even rusten. Dus ik heb wel eventjes vakantie genomen, maar niet vakantie, ik was gewoon internationaal weg, mm-hmm. ook voor de missen. Mm-hmm. En dan toen ben ik even met mijn moeder gebleven in Nederland. Dus was ik even weg na te denken, wat gaan we precies doen? En toen wilden we Miss India en TBS eigenlijk eigen seizoenen geven, de Tropical Beauties. Mm-hmm. Want de brands zijn best wel groot en ze moeten niet clashen met elkaar. Yes, yes. Zo, toen was het eigenlijk voor mij te snel om Miss India gelijk weer te organiseren in 2019. Mm-hmm. Heb ik toen getracht om 2020, eerste kwartaal, Miss India seizoen te maken en het laatste kwartaal Tropical Beauty seizoen te maken. Mm-hmm. Eigenlijk derde kwartaal. En het laatste kwartaal was alleen afvaardigingen. Ja. Maar het is internationaal beginnen alle pageants. Miss Universe, Miss World. Iedereen begint vanaf oktober. Mm-hmm. Oktober, november, december heb je internationale pageant gebeuren. Ja. So, daarvoor moet je al je misverkiezingen gehouden hebben. Ja. Zo had ik het zo ingepland. Mm-hmm. Dacht ik van oké, laat me gewoon die 6 maanden. Toen eigenlijk niet eens een jaar overslaan. Het is eigenlijk 6 maanden overslaan voor mij hoor. En begin 2020 zou de Miss India Suriname plaatsvinden. We wilden dat Suriname plaatsvinden en dan Tropical Beauties. Toen hebben we de top 5 van de vorige Miss India, dus 2018, mm-hmm. hebben we ze een selection gegeven van, hebben we hun een optie gegeven om zichzelf te presenteren voor internationale show. Want dat zou ik afvaardigen nu. Mm-hmm. Want ik moest nog steeds een dame presenteren van 2019. Ja, ja, ja. En toen hebben we dat gedaan en hebben ze internationale opdracht gegeven. En toen kwam uit de bus Romina Bharat. En zij was toen vierde plek was ze. Mm-hmm. Had ze gewonnen. En uit alle runner-ups was zij de sterkste kandidaat om ons land te vertegenwoordigen. Oh, okay. Mm-hmm. Ja, ook met de jurypanel, ook met Farid. Het was echt een hele happening in de Marriott, in de ballroom van Marriott. Mm-hmm. Zo hebben ze de presentatie gedaan en is zij erbij gekomen om ons land te vertegenwoordigen. En zo is dan Miss Romina Bharat eigenlijk de Miss India Worldwide 2019 Miss. Ah, oké. Zo heb ik dat jaar internationaal gecoverd. Ja. Toen 2020. COVID. Ja, ik kan me niet meer heugen. Wat was het? ik heug me aan niet. Ik vind dat het gewoon vorig jaar was. Hoor. Ja, 2019. Nee, toch? En toen kwam 2020 inderdaad. En 2021. En moesten we rusten. En ik zei altijd ook aan mijn team. Niet om iets te doen, moet je iets doen. Because we zijn een te grote organisatie. Mm-hmm. En we hebben een responsibility naar de samenleving. En ook naar jongeren. Dat je de regels gewoon moet volgen. Ja.
En als de overheid nog geen COVID-maatregelen heeft opgegeven, kan jij geen misverkiezing doen. Tuurlijk. De overheid heeft had ook geen eventprotocol uitgeschreven. Zo, wat wil je doen? Dus en het kost heel veel. Oké. Zo, dat was het eigenlijk een beetje. Ik zal een klein stukje vertellen wat dit is. We meteen springen naar 2022. Hebben we een Miss India Worldwide. Maar laten we een beetje nader inzoomen. Kennis maken met jou. Wilde je altijd aan een beauty pageant meedoen? Was dat je droom altijd? Als klein meisje was het altijd mijn droom. Ik was toen Serenia Glamour het organiseerde, was ik nog veel te jong om mee te doen. Ik was 13, 14, maar ik keek altijd op naar al de dames. En ik vond het altijd een prachtig gebeuren. Toen ik oud genoeg was om mee te doen, werd het niet meer georganiseerd, helaas. Ja. Ik heb het dus, ja, ik, het was, ik, ja, het was, COVID. Het was een beetje een afgesloten hoofdstuk voor mij. Oh. Toen ik dus dit jaar benaderd werd, omdat ik als wildcard binnen ben gekomen, dacht ik, weet je, ik ben nu 28. Wow. Het is mijn laatste kans. Je lijkt op 18. Oh, dankjewel. maar voordat je, wat is wildcard? Vertel dat even. Je bent als wildcard binnengekomen. Klopt. Ik had de oproep wel lang zien gaan, maar toen dacht ik al van, ik ben een beetje oud hiervoor. Mm-hmm. En ik dacht ook, het gaat een beetje moeilijk met mijn werkschema. Want ik werk als kok en ik werk in de avond. Dus ik dacht, de trainingen gaan allemaal zo moeilijk zijn. Mm-hmm. En ik had het al een beetje afgesloten. Mm-hmm. Ik ben dus door de organisatie eigenlijk benaderd. En ze hebben me gevraagd als het me toch wat lijkt om mee te doen, omdat ik een geschikte kandidaat ben. En ik ben gegaan voor een gesprek met mevrouw Gitanjali. Dat gesprek was vrijdagavond. En zaterdag was ik al in training. Wow. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Ja, ja, want als ik zo naar mevrouw Gitanjali luister, she's a go-getter. Ze weet wat ze wil. Klopt. Ik heb dat ook de eerste dag al aan haar gezegd. U bent heel erg goed in het overtuigen van mensen. Okay. Ja, maar ik heb er absoluut geen spijt van. Het is heel snel gegaan. Ik heb in totaal 5 weken getraind. Dus dat was ook heel snel. Mm-hmm. En ja, vandaag zit ik hier en ik ben natuurlijk dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. En blij dat ik het ook goed heb benut. Ja, ja, ja. Maar 5 weken, dat was echt een intensieve training. Het is heel intensief, klopt. Mm-hmm. En voor mij was het ook zwaar omdat ik het heb gecombineerd met werk. Dus ik had best weinig tijd voor mezelf om erin te stappen. Mm-hmm. Want mijn dagen waren werk en training. Maar ik moet daarnaast natuurlijk mijn talent bijvoorbeeld, daarvoor moest ik zelf voorbereiden. Mm-hmm. Dus ik moest we hadden een beetje Q&A oefenvragen en aantekeningen over public speaking en zo, die we allemaal moesten bestuderen. Maar de tijd daarvoor kreeg ik niet, dus aan het werk las ik meestal een stukje en dan ging ik processen en nadenken erover. Ja. Dus toen heb ik het een beetje aangepakt. Dus ik zie je al terwijl je zo bezig bent te koken. Oké, dus mijn vraag is. Dus ik was in mijn hoofd echt daarmee bezig. Ja. En natuurlijk, maar het leuke is, ik kook al zo lang, dus dat komt allemaal vanzelf. Maar het was een hele interessante periode voor me. Maar je beroep is kok. En je bent daarvoor op school geweest? Klopt, ik heb de koksopleiding gedaan op het SHDTC. Echt waar? En waar werk je? Ik werk bij Terrarica. Oh, daarom eten we zo lekker daar. Maar wilde je dat? Want je ik zie had, veel mensen. Ik heb agrarische productie gestudeerd op het FTW. Okay. Omdat ik eigenlijk ben opgegroeid met mijn ouders. Deden altijd. Vroeger was het landbouw, daarna is het meer gaan naar tuinbouw, sierteelt. Dus ik was altijd in de agrarische productie. Ik vond dat heel interessant. Maar ik wist ook altijd dat ik bezig wilde zijn. Ik ben een creatief persoon. Ik hou ervan om creatief bezig te zijn. Mm-hmm. En ik wist niet dat de koksopleiding in Suriname werd verzorgd. Mm-hmm. Dus na FTW, toen ik zag dat die optie bestond, dacht ik nee, dit wil ik. En goeie combinatie. Hiervoor wil ik echt gaan. Dus ik heb me toen ingeschreven. Dat was ook gewoon een geweldige experience voor me. Ik had niet verwacht dat ik zou werken in de sector. Ik dacht eerst, ik ga gewoon leren koken. Ik ga lekker leren koken. Maar ik ben begonnen bij Ramada. En ja, nu uiteindelijk bij Terrarica. En ik vind het gewoon geweldig. Het is waarvan ik hou. Wat is je specialty? Ik ben een à la carte kok op dit moment. Dus alles op ons menu is
wat ik heel makkelijk kan maken nu. Maar van mezelf deed ik vaker desserts. Ijstaarten, tiramisu. Oeh. Dus ik zou zeggen dat dat mijn specialty zeggen, is. Niet, want dan lust ik het met die tiramisu is mijn lieveling. Geweldig hè? Dank je. Dus is niet... Want vroeger dacht men altijd, beauties, je weet toch? Zijn gewoon meisjes die niks doen en maar mooi zijn. En nu zo horen we kopie en talent. Ik dacht dat vroeger ook, maar dit traject heeft me echt geleerd dat het veel meer dan dat is. Absoluut. Veel meer dan dat. En dan gaan we naar de little one. Miss Teen India Worldwide. Was dat ook je droom? Ja, natuurlijk. Elk meisje die dus meedoet, heeft als droom om een kroontje te hebben. Mm, en het staat je prachtig. Dank u wel. Uh-huh. Nou, toen ik 6 jaar was, dus ik zag alles op tv en ik deed het ook na. Ik was ook lopen. Ik heb 3 kroontjes ook thuis die ik altijd... Ja, ik hield ervan om een kroontje aan te doen. Okay. Als ik jarig was en als ik gewoon een beetje catwalk deed. Mm-hmm. Ja, ik was heel erg dol daarop. Oké, okay. En wat moest je doen? Hoe ben je Miss Teen India Worldwide geworden? Nou, hoe word je Miss? Dat is alvast. Mm-hmm. Gewoon jezelf zijn. Yes. Gewoon jezelf verzekerd en je innerlijke naar buiten brengen. Mm-hmm. En dat maakt wie je bent. En... Maar je bent zo lekker jong. Je weet toch, jonge mensen zijn niet echt zelfverzekerd. Ze denken, hé, wat doe maar, hè? Nou, in je dagelijks leven heb je heel veel ervaringen. Mm-hmm. Yeah. En door ervaringen word je steeds sterker en ontwikkel je jezelf. Mm. Dus, ja, natuurlijk. Ik zie wat de organisatie in jullie stopt. En de jury, hè? Oké, maar hoe was het? Je was natuurlijk zenuwachtig. En... Vanaf het begin mm-hmm. mag ik wel zeggen dat ik heel enthousiast was om mee te doen. Ik heb vanaf dag 1 mezelf ingezet en natuurlijk thuis ook. Dus ik kan wel van mezelf, ik merk het aan mezelf dat ik echt hard heb gewerkt eraan. En je kreeg de support van je ouders? Helemaal. Mijn ouders waren vanaf... de trainingsuur dat we moesten starten, mm-hmm. tot eind, 9 uur, 10 uur, zo. Waren ze echt aan het wachten op mij. Dus ik ben heel dankbaar voor mijn ouders dat ze me hebben bijgestaan. Mooi. En wat ga jij nu als Miss Teen doen? Zo, de volgende stap dat wij natuurlijk moeten doen is vele jongeren stimuleren, motiveren. Mm-hmm. En met ieder laten wijzen dat het nooit te laat is om aan je dromen te komen. En dat je natuurlijk jezelf moet zijn. En jezelf moet verzorgen. En jezelf beter moet maken. A better version of you. Ja. En dat we natuurlijk Suriname gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Geweldig. En Miss India, wat ga jij doen? Wat is your... Ja, de komende 3 weken is echt toegewijd aan trainen om internationaal Suriname zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen. Ik ga me ook 100% inzetten daarvoor. Mm-hmm. En daarna wil ik zeker een paar leuke sociale projecten doen. Yeah. Dus heb je planning, al 1 in mind? Ik was sowieso en ik hoop dat ik in oktober iets leuks voor het dierenasiel kan doen. Ah. Ik heb echt een hart voor dieren. Uh-huh. Maar daarnaast wil ik zeker ook, voor ons sociaal project zijn we geweest naar bejaardenhuis Simba. Daar wil ik absoluut terug. Uh-huh. Dus ik hoop dat ik wat leuks kan doen voor de bewoners van daar. We vinden het geweldig. Dat het dus beauty en spirit en natuurlijk je ook willen inzetten voor de sociaal behoeftigen. Het is een hele mooie combinatie. Ik vind dat mooi. Hè? Want echt vroeger dachten we, mooi, ze lopen maar, catwalk. Maar nu zie je dat er veel meer inhoud aan wordt gegeven. Hè? Maar Miss Teen is nieuw, tot slot hoor, want we moeten nu eindigen. Miss Teen is een nieuw concept erbij. Dat klopt. Ik wil gelijk ook daaraan toevoegen dat als ik kijk naar al onze missen en al onze winners, als er veel meer erachter gezocht worden, dan zie je dat ze echt wel heel veel kunnen aanbieden. Ja. Ik mag echt trots zijn op al die 10 jaren dat ik, al die missen die gekroond zijn, zijn allemaal geweldige dames. Miss Teen is dit jaar een heel nieuw concept voor ons. Eigenlijk internationaal is het al 3 jaar gaande.
Ze hebben ook andere categorieën. En eigenlijk komt het een beetje vanuit internationaal. Ja, dus voor mij was het echt moeilijk. Ja. Internationaal vertegenwoordigd. Ja, ik was het ook wel moeilijk om met de teens om te gaan. Want ze zijn allemaal baby's. En ik moest ze even apart houden met trainenbedrijf. Want als ik, hoe streng ik met de mensen ben, kon ik niet met hun zijn. Nee, dus ik was like, jullie willen zitten? Zitten die poppetjes? Zitten jullie? Dus het was dat echt anders. Dat bedoel ik. Dus ik denk, het heeft mij ook softer gemaakt. Ja. Ook, maar het dwingt je ook op een bepaalde manier ook anders om te gaan. Ja. Maar voor komend jaar heb ik het twee concepten apart houden. Oké. Okay. Dat ga ik wel doen. Dus ga ik ze niet een samen. Aparte mistien. Ja, we zijn even aan het evalueren nu, maar ik wil deze week wil ik een datum hebben voor volgend jaar mistien. Ja. Want ik zie al die jonge meisjes die ook kroontjes thuis hebben. Ze gaan beginnen te oefenen. Ja. En ze komen zo schattig. En ja. Ze zijn, als je ze vraagt om te smilen, ze smilen. Als je hun vroeg om te smilen, kwam het niet. Maar wanneer was dit contest? Wanneer? Is het gehouden? Zondag. Afgelopen zondag. Oh, ja, waar? In Roelies Event Venue. Oké, geweldig. Yes. Nou, ik moet je complimenteren. Ze zien er prachtig uit. Ze gaan ervoor. Zelfverzekerd, inderdaad. En we gaan jullie blijven volgen. Wat zeg jij tot slot nog tegen de kijkers? Nou, ik denk dat ik wil iedereen bedanken voor de support natuurlijk die Miss India Worldwide Suriname heeft gehad, alle missen hebben gehad. Want als ik kijk naar alle social media comments en ik denk dat iedereen tevreden is en vooral de missen dragen. Mm. Dat is heel erg belangrijk en ik denk dat wij onze jonge vrouwen veel meer moeten supporten dan afkraken. Ja. Want het is... Het zijn jonge dames die eigenlijk nu in de wereld komen. En als wij ouderen dat niet kunnen opvangen en niet kunnen supporten en begeleiden, dan is het iets minder. Eigenlijk moeten wij daarvoor een notitie Absoluut. Maken. Dus ik ben blij dat tot nu toe ik wel heel veel support zie. En ik hoop dat het door mag gaan. Vooral als internationaal als land vertegenwoordigen, yes. Wil ik wel alle support zien. Ja. En niet alleen voor hun, voor alle missen. Absoluut. En alle jonge dames, jonge vrouwen. Over het algemeen denk ik dat iedereen gewoon support moet worden. Ja, want als Suriname moeten we gewoon achter ze gaan staan. Ja. Als één. Ja. En niet, yes. Weet je, like, het is gewoon over het algemeen. Niet alleen in deze branche. Ja, over het algemeen vind ik dat wij mensen even terug moeten kijken van, wat doen we? Wat zeggen we? Ja. Dat is mijn slot. Geweldig. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. De nieuwe missen zien er prachtig uit. Mag ik jullie heel veel succes toewensen. En natuurlijk gaan we jullie blijven volgen. En als jullie terug zijn met die prijzen, dan komen we weer hier zitten. Hè? Ja, we gaan nu vragen. We zijn komen met die kroon en die shadow. Want yes. ik wil de kroon winnen. Absoluut. Nu weet je wat je legacy is. Het is er al, hè? This is your legacy. Thank you. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Ik ben nu niet in de studio, maar op bezoek. Ik ben op bezoek bij een meneer die er al een hele tijd mee loopt. En ook zijn theater. We zijn namelijk bij Theater Uniek. En we gaan praten met meneer Stanley Ritveld. Hoe gaat het met u? Gelukkig, gezondheid. Daar heb ik niets over te klagen. Yes. Ik ben blij, ik ben dankbaar. Ja. Want het is het grootste goed wat je hebt. Absoluut. En ik probeer het ook zo te houden. Toen je me belde, toen zei ik ook van ik kom net van het zwembad. Okay, zwembad omdat ik probeer het ook bij te houden. U zwemt elke dag? Drie keer in de week. Week zwem ik een kilometer, dus dan 20 banen. Dus dan probeer ik het bij te houden. U bent al over 70, toch? Ik word juni, volgende maand word ik 76. Is niet waar. Ik zou het met gemak kunnen omkeren naar 67. Maar meneer Ritveld, we zijn hier bij Theater Uniek. Hoe gaat het met Theater Uniek? Nou, met Theater Uniek, nou ja, goed. Zoals ik neem aan, ook de overige theaters en de overige bioscopen. Die zijn natuurlijk de afgelopen 2 jaar. Ik kan me nog herinneren, het was dus 16 maart, had ze dus mijn laatste filmvoorstelling, dat had ik hiernaast. 16 maart, welk jaar? In 2020. Ah. 2020. Aha. Dat was dus mijn laatste filmvoorstelling die ik moest afzeggen, omdat toen die COVID begon. Okay. En vanaf die tijd is er dus niet veel gebeurd tot afgelopen week. Natuurlijk het opheffen van die avondklok, ja. Dat heeft mensen een beetje getriggerd om de zaak weer op te pakken. En in mijn geval
ja, je bent zo lang dicht geweest. Dus voor mij was het dus ook rennen en onderhouden. Er zijn een heleboel dingen. Als een gebouw en apparatuur 2 jaar niet gebruikt is, dan snap je natuurlijk dat er heel wat problemen zich voordoen. Dus het moest schoongemaakt worden, dit werkt niet meer, dat werkt niet meer, weet je wel. Alleen maar om, dat weet je ook precies van, maar alles bij elkaar is het goed afgelopen met die voorstelling van storytelling. Ja. Dat heeft gemaakt dat we zeggen van zo, ik denk dat we nu even weer met meneer Rietveld moeten gaan praten. Want na lang hebben we inderdaad weer gehoord, in Theater Uniek was er activiteit. Maar daarnaast hebben we ook meteen gehoord, maar Theater Uniek wordt verkocht. Het is nog steeds op de markt om verkocht te worden. Ja, het is nog steeds op de markt om verkocht te worden. Dat is 1 optie. En een 2e optie is kijken wat er gaat gebeuren. Voor mij, het gaat niet zozeer om het verkopen, maar iemand moet het van mij overnemen. Ja, en wanneer ik zeg, iemand moet het van me overnemen, dat houdt in van, hier is Uniek, ik ben 3 maanden weg. Zo moet het zijn. En niet van, iemand gaat het overnemen en dan stand-by en dan meehelpen, en dan, want dan blijf je erin. Ja, dus dat is de bedoeling, dat ik misschien met iemand ga meelopen. Verkopen is natuurlijk het uiterste geval. Maar als het niet lukt om Uniek verder te draaien, dan moeten we verkopen. Ja. Anders zit het niet op. Dat is jammer, hè? Het is erg jammer. Het is geen. De situatie heeft echt ook een unieke geschiedenis. Ja. Het is geen kwestie van een proces van 2 jaren. Mm. Maar ik ben al 15 tot 20 jaar ben ik bezig naar allerlei mogelijkheden te zoeken. Wat voor constructie kan ik dus bedenken dat Uniek doorgaat. Ja, het is 40 jaar dat we nu al bestaan. Het is niet, er zijn maar weinige bedrijven die 40 jaar. En er nog steeds zo goed. Wat hier ziet er nog goed uit. Ja, alleen natuurlijk een goed onderhoudsbeurt. Ik heb in de afgelopen 2 jaar heb ik veel moeite gedaan, een heleboel problemen zelf oplossen, want een probleem begint meestal klein. En als je dat niet aanpakt, dan wordt het een heel groot probleem en een kostbaar probleem. Dus zodra ik een probleem zie, dan pak ik het direct aan. Als je nu om je zie je daar buizen, tijdens die storytelling, komt iemand bij me naartoe. Het heeft natuurlijk ontzettend veel geregend. Meneer Rietveld, het toilet zit vol water. Ik zei, dat kan niet. Ja, komt u zelf maar even kijken. En inderdaad, iets waar ik dus niet van op de hoogte ben. Ja, dus ik moest allerlei noodoplossingen zoeken van hoe ga je dat probleem oplossen. Maar ik wil alleen maar zeggen, er komen problemen en die moet je proberen op te lossen. Of er nog geld is of geen geld, gelukkig ben ik. Heb ik in die afgelopen 40 jaar ontzettend veel geleerd op technisch gebied. Dus ik zit en ik kijk naar het probleem en ik probeer het dan zelf op te lossen. En meestal lukt het wel. Meestal lukt het wel. Want zo alleen maar kan je de zaak een beetje bijhouden, weet je wel. Zodra je dus wat geld hebt, dan huur je iemand in om dit soort activiteiten voor je uit te voeren. Maar u zegt in 2020 was dus uw laatste, moest u uw laatste filmvoorstelling aflassen? Ja, heb ik toen afgelast. Maar dat wil zeggen, er waren geen inkomsten dan? Vanaf. Is dit al schuldvrij? Nee, want dat is namelijk ook het probleem. Ik heb nog een schuld bij de bank. En omdat ik dus dit is wel schuldvrij. Uniek is wel schuldvrij, maar op een gegeven moment werden deze 2 gebouwen naast Uniek werden me te koop aangeboden en je kan het natuurlijk niet laten. En toen heb ik het dus gekocht, waarbij ik dus het theater ook als onderpand gegeven heb, weet je wel, om zodoende.
Dan kon je draaien en die schuld aflossen. Maar toen kreeg je ineens COVID. Ja? Dus al vroegtijdig begon ik al om te kijken naar andere alternatieven. Gelukkig een van die woningen. Ik heb mijn huis moeten verkopen op Noord. Ja? En ik ben zelf ook hier komen wonen. Ja? En een van de huizen heb ik opgeknapt. Ik woon boven en beneden heb ik gelukkig kunnen verhuren als appartement. Dat andere huis, daar woonde mijn zoon in, maar dat is nu leeg. En dat heb ik in die COVID-periode helemaal gerenoveerd. Ik heb er kamers van gemaakt. Want voor die periode wilde ik al kamers verhuren. Er waren toen stagiaires. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren hier dus ook Cubanen. Die hebben die locatie gezien en die vonden het prachtig. Ik zei, ja, ik heb die 5 kamers nodig. Kan je het niet in orde maken, dan huur ik het van je en zo. Dus toen probeerde ik ook al die 5 kamers. Maar ook dat is op een gegeven moment in elkaar gestort. Geen Cubanen meer, geen stagiaires meer. Intussen zijn alle Cubanen ook weer weg. Ja, die artsen. Ja, nee, maar gewoon een heleboel die kwamen hier naar Suriname. En zijn weg. En, ja, want er is nergens werk. Niet eens Surinamers kunnen werk vinden, betaalbare baantjes. Dus ook die zijn weggegaan, weet je. En dus dat is het dus ook. En ja, het is net wat ik zeg, die schuld bij de bank, die blijft maar cumuleren. Dus dat is eigenlijk dus ook een drijfsfeer om te zeggen van, hey, weg ermee met Uniek. En het is net wat ik daarvoor al, was er een artikel in de krant geweest en ik heb dus een interview afgestaan. En ja, ik heb bepaalde dingen gezegd die mijn dochter dus niet op de hoogte was. En ze heeft het me niet in dank afgenomen. En vanaf die tijd is er een zekere koude relatie ook ontstaan. En ik probeer het dus nu een beetje weer op te vijzelen. En ik heb haar uitgenodigd om naar Suriname te komen. Dat we alles weer even op een rij zetten. En bestuderen en kijken wat de beste optie is. Weet je wel, want telefonisch gaat dat dus niet. En dan kan ik er ook op de hoogte houden van wat er allemaal zich afgespeeld heeft de afgelopen 2 jaar bij de verkoop van Uniek. Ja, dus vergeef me dat ik daar verder niet op inga. Ik hoop dat ze komen en dat jullie alles inderdaad kunnen rechttrekken. Ja, dat we dat een beetje kunnen rechttrekken. En dat is het dus zo'n... Dus in de COVID-periode heeft u zich bezig gehouden met renovatie van de... Ja. Ik had trouwens niets te doen. Er gebeurde niets. Ja. Het heeft ook geen zin om op kantoor te zitten en te kijken wie er allemaal langs gaat. Ja, maar mensen kwamen niet op het idee. Allerlei ideeën zijn ontstaan tijdens die COVID-periode. Om hier bijvoorbeeld sessies te houden, want hier kan je mooi afstand houden en zo. Ja, je kan mooi afstand houden, maar je had een samenscholing. Op een gegeven moment mocht je niet meer dan 5 personen. En tot nu toe mag je niet meer dan 50 personen. Weet je wel, dus en ja, die mensen die op een gegeven moment kwam natuurlijk ook die virtuele sessies, die kwamen op gang, weet je wel. Dus eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele lezing hier gehad, zoals we die vroeger kennen, weet je wel. Dat je dus een penning had en mensen konden zeggen wat ze hebben wilden, weet je wel. Oké, dat virtuele, ja, dan wordt er wel gesproken, maar... Niet echt een beetje voorzichtig zetten, want je bent in beeld, live. Ja, ja. Want dan kan je ook naar body language kijken. Kan je ook naar body language kijken. Ja, ja. Dus dat heeft dus geen vergaderingen. Maar mijn inkomsten, dat heb ik eigenlijk meer uit verjaardagsfeestjes organiseren en recepties. Okay. En door die hele economische situatie, die COVID-situatie... heb ik ook niets meer gehad. Dus ik heb totaal geen inkomsten gehad. Weet je? Dus het was ook een beetje op een laag pitje leven. Weet je wel? En tot nu toe. Maar goed, ik... is het andere zijde van het leven. Je gaat... Want waarom...
Want dit idee eigenlijk, of het besluit om Uniek te verkopen, is hoe lang terug ontstaan? Wanneer is het besluit genomen? Dat besluit heb ik dus kort na die 35 jaar Uniek. Ah. Kort na 35. Dat wilde ik. Een hele mooie. Ja, dat wilde ik toch wel nog wel halen. Mm-hmm. Dus direct daarna heb ik dus ook gezegd van ik wil verkopen. Ik ga verkopen als er geen oplossing komt. Ja, ik word elke dag een dagje ouder. En ik wil niet in het harnas sterven. Nee, alle rust ontdaan. Maar alle rust ontdaan. Het leven dat heeft ook nog andere dingen. Hoe pijnlijk het ook is. Iedereen die ik spreek, ik heb gezien met die storytellingavond. Iemand kwam naar me toestelling. Kan je niet kijken om dat ding toch te behouden? Waarom ga je verkopen? En zo. Dus... Dat is het enige wat ik zoek, is wat ik wil, dus dat Uniek door moet gaan. Mm-hmm. Uniek heeft zo een belangrijke geschiedenis, ja, omdat Uniek niet met veel geld opgezet is. Uniek is opgezet met een klein beetje kracht, met een klein beetje geld. En een heleboel wilskracht. Dat is alleen maar dat Uniek vandaag staat. Ja. Niets anders. Ja. En daarom draagt hij ook die naam, hè? Ja, dat draagt ook die naam. Ik kan nog herinneren met dat vorige interview. Ja. Dat je naar voren gegaan bent en ja, daar het bord hebt laten zien. Ja, en ook die stenen waar Uniek in stond en zo. Allemaal waar we ons lekker kunnen uitleven. Weet je, dus dat is het. Dus u zegt, hij is op de markt, hij is nog niet verkocht. COVID is nu weg, nou niet weg. De zaken zijn nu versoepeld. Er is een storytelling weekend gehouden. Kunnen er nog activiteiten hier gehouden worden? Zolang het niet verkocht is. Er was, wanneer? Vorige week kwam er nog iemand. Of ze een afspraak kunnen maken voor een receptie volgend jaar. Ik zeg, zulke lange afspraken kan ik niet maken. Volgend jaar? Ja, zulke lange afspraken, want ik weet niet of ik nog eigenaar ben van Theater Uniek. Okay. Ja, maar zolang het niet verkocht is, ja, dan zal Uniek, want alle inkomsten kan ik best gebruiken. Weet je? Dus, Dus de mogelijkheid bestaat dat men... Waarvoor kan men hier terecht? Wat kan men allemaal doen? Nou, men kan... Zo'n storytelling weekend. Ja, nu is het dus, het is geopend met een storytelling weekend. Ja. Ja, maar ik moet zeggen, culturele activiteiten, dat zijn de minste activiteiten die hier hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar veel lezingen, ja, vergaderingen, weet je wel, en waar ik het van moest hebben. Het is net wat ik gezegd heb, ik moet het echt hebben van verjaardagsfeestjes en recepties. Mm-hmm. Mensen kunnen hier terecht en ik verzorg helemaal een receptie compleet. Ze hoeven alleen maar te betalen en alleen maar te komen met hun mensen. Zelfs de rommel ruimen we op. Ja? Ja, ja. Dus daar heb ik dus het meeste aan verbind. Ja. En ook bedrijven natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb flink verdiend aan bedrijven die hier kwamen, die presentaties gaven over het bedrijf en al hun personeel uitnodigden. En daarna mocht ik dus natuurlijk de mensen drankjes geven, soms helemaal eten, snacks. Kijk, dat tikt een beetje aan, weet je wel. De lezingen meer, dat was meer om de zaak te promoten, meestal de lezingen die werden op alle radiostations, alle televisiestations, noem maar op, in de krant werd het breed uitgemeten. Theater Uniek, Theater Uniek. Ja, ja, ja. En men denkt van, Theater Uniek draait. Maar Uniek heeft nooit gedraaid van de lezingen en de vergaderingen. Uniek heeft... Maar een tijdje terug was hier ook een beetje actiecentrum. Ja, dat was dus ook een tijdje.
dat is die periode, ik dacht dat het in 2017 was. Dat waren die acties van BVL. Het was niet, geen actie van Theater Uniek, maar omdat Bond van Leraren is vlak hiernaast en ze houden hun vergaderingen. Maar als het te druk werd, dan belden ze me op van, hey Sten, is het theater vrij, kunnen we daar bij jou komen? En dan kwam men hier. Ja, omdat men dus niet alleen maar dus het theater van binnen had, maar men had ook ruimte hier op het terras. Men had ook ruimte achter het terras, men had ook ruimte naast. Weet je wel, je kan hier bij elkaar, kan je zeker 600 man herbergen met alle terrassen die er zijn. Weet je wel, dus genoeg ruimte. En vooral als je dus ook nog zo flexibel bent dat je dus geluidsinstallatie klaar kan zetten, weet je wel, dan hoef je geen mensen weg te sturen. Weet je? Maar dat was dus ook een bepaalde periode. De vakbondsleider kon niet eens naar mijn kantoor gaan, want dat is een periode dat vakbondsleider. Wanneer, laten we een beetje teruggaan in de geschiedenis, wanneer waren de gloriedagen van Uniek? Welke periode? Nou, de gloriedagen. De gloriedagen, die, ik moet zeggen dus van een. Echt voor 2005, voor 2017. Tot vanaf de start heb ik gloriedagen dus meegemaakt. Kijk, ik had het zeker in het begin. Werd ik vreselijk ondersteund door het ministerie van Onderwijs. Toen had je daar minister Van Amson. En hij droeg me echt een warm hart. En hij heeft veel activiteiten hier georganiseerd voor sporters, voor kunstenaars enzovoorts, voor de jeugd, weet je wel. En dus zij hebben me dus behoorlijk ondersteund. Maar daarnaast heb ik dus altijd wel, ik heb me dus, ja echt, gloriedagen. Ik heb me kunnen bedruipen, laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn aflossing kunnen betalen, rente en aflossing. Ik heb kunnen eten. Ik heb plezier gehad, omdat het ging bij mij niet om het geld verdienen, maar ik ben er continu mee bezig geweest. Ik ben bij elke activiteit ben ik hier zelf aanwezig. Waar ik kan helpen, dat help ik. En ik ben plezier, ik vind het plezierig om mensen te helpen ook en mee te helpen denken en zo. Weet je? Dus, En u zegt, zijn die dagen voorgoed voorbij of kunnen ze terugkomen? Ze kunnen terugkomen, maar niet ik als hoofd van Uniek. Wat vindt u van de economische situatie in het land? Ja, kijk, ik had het nooit opgegeven als ik 20 jaar jonger was. Omdat bij elke crisis, je moet, laten we zeggen, dus inventief zijn. En ik geloof echt wel dat ik inventief zou zijn. En dat ik Uniek zou kunnen blijven draaien, dat zonder meer. Ja, dat geloof ik echt wel. Ja, ja. Want u zegt, wat het ook is, je moet gewoon niet bij de pakken gaan neerzitten. Niet bij de pakken gaan neerzitten. Ja. Ja, ja. In dit geval heb ik gewoon gezegd, voor persoonlijk heb ik er een punt achter gezet. Van Sten, denk een beetje aan jezelf nu. Weet je? Dus dat is voor mij bepalend. Dat ik er niet meer involved mee wil zijn. Ja. U doet leuke dingen. Ik wil leuke dingen doen. U gaat zwemmen, wat nog meer. Ja. En vergeet één ding niet. Al zou ik Uniek niet meer hebben, ik heb nog een Uniek Bamboe Lounge. Dat is hiernaast. Dat is een klein terras met een podium. En dat wil ik gewoon gaan doen. Leuk, wanneer het mij uitkomt. Een jam session. Of praten met iemand. Of een kleine filmvoorstelling. Kleine activiteiten. Maar dat is wanneer het mij uitkomt. Als ik een maand uitlandig ben of 3 weken. Geen activiteiten. En als wanneer ik terugkom, dan zeg ik van, hey, man, lijkt weer wat gaan doen. Geen enkele druk. Geen drukte, nee. Nou, dus dat betekent dat u zegt,
Indien mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze dus nog activiteiten hier organiseren. Maar op de achtergrond speelt nog steeds Uniek. Is nog steeds, ja. Dus dat is wel een feit. Dat is wel een feit. Zolang het niet verkocht is, kunnen er altijd nog activiteiten plaatsvinden. Weet je? Dus dat is geen probleem. En ik zal dus... En kijkers, met dit inspirerend gesprek dat ik heb gehad met de heer Stanley Rietveld, ben ik gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor deze week. U heeft het gehoord, hè? Uniek moet er blijven, hè? 40 jaar staat dit prachtig theater hier. Eigenlijk is het meer dan een theater, het is een hele eventplek, kun je zeggen. Je kunt van alles en nog wat hier organiseren. En het is geen reclame, hoor, maar ik vind dat we onze eigenlijk de Surinaamse plekken, onze eigen dingen moeten behouden. Daar gaat het om. Dus als u een activiteit wil organiseren, moet u maar contact opnemen met de heer Stanley Rietveld. In het eerste deel heb ik gesproken met de dames van Miss India Worldwide Suriname. En dat is Gitanjali Thakur. Zij is director Miss India Worldwide Suriname. En daar hebben we Shisa Sahibdin. Zij is winner, zij is dus Miss India Worldwide Suriname. En Shikita Malaha, zij is de winner van Miss Teen India Worldwide Suriname. En dat was ook een heel leuk gesprek met die drie mooie, knappe dames. Maar die allemaal laten zien dat ze ook goede hersenen hebben en die goed inzetten. Nou, heeft u dus deze aflevering gemist? De herhaling is morgen om 8 uur 's avonds op kanaal 12.1. Ik zeg tot volgende week woensdag met de andere aflevering. Bye bye.